Hallo allemaal, hartelijk welkom bij de volgende video Lightburn training voor beginners. Deel 9 vandaag. We gaan ons bezighouden straks met de menubalk aan de linkerkant, of beter gezegd de knoppenbalk aan de linkerkant. Het is niet extreem moeilijk. Ook al ken ik niet elke functie en sommige van de functies zijn eigenlijk relatief lastig en die zal ik dan ook niet extreem diep uitleggen, omdat het een beginnerstraining is. Oké, daar gaan we aan beginnen. Veel plezier en veel leerzaamheid vandaag. Zo, daar zijn we dan in Lightburn. We gaan het hebben over de menubalk hier aan de linkerzijde. En we zullen zien dat het redelijk bekende functies inmiddels zijn. De eerste is het pijltje. En dat pijltje is een selectieknop. Ik ga eerst even de tweede doen, want dan zullen we die selectieknop gaan we vanzelf in actie zien. Dat is namelijk het potloodje. En dit potloodje is om met strepen iets te maken. Dus als ik die aanklik en ik klik vervolgens op mijn muisknop. En ik laat die muisknop los. Ik trek vervolgens mijn muis ergens naartoe. Dan kan ik een streep maken. En ik kan dat gewoon doorvoeren, zover als ik maar wil. Als ik op escape druk, is het lijntje er vanaf, zodat ik klaar ben met de tekening. Dat is ook wel belangrijk om te weten. Dus escape doet de knop als het ware ontgrendelen. Op dit moment is echter het object niet geselecteerd. En het selecteren van het object... Oh, foutje van mij. Moest Ctrl-1 zijn. Pijltje, daarmee kan ik hem selecteren. Dus als ik het pijltje kies en ik klik op die lijn, dan zie je ook dat mijn aanwijzer verandert. Dan kan ik hem aanklikken en dan is vervolgens het object geselecteerd. Dus daarmee hebben we de aanwijzerpijl al behandeld en het potloodje al behandeld. Ik ga het object weggooien. We gaan namelijk naar het volgende. En daar is iets meer over te vertellen, dat is het vierkantje. Het vierkantje kan ik een vierkantje dus mee tekenen. Is dat simpel? Ik houd de linker muisknop ingedrukt en ik trek mijn muis naar rechtsonder. Maar je ziet dat ik een rechthoek kan tekenen. Of ook iets wat op een vierkant lijkt. En ik zeg bewust lijkt, want als ik echt een vierkant wil tekenen, dan doe ik dat met de, en dan moet ik even kijken of ik daar gelijk in heb, ja, met de shift-toets ingedrukt. Dus zeg maar, ik doe hetzelfde, maar nu hou ik de shift-toets ingedrukt en dan zullen we zien dat het altijd een rechthoek is. Dus, nog een keer opnieuw, als ik met het vierkantje alleen mijn linker muisknop indruk en ik trek naar beneden, dan kan ik een rechthoek tekenen. Of als ik mazzel heb, is het toevallig een vierkant. Maar dat is wat ik doe. Op het moment dat ik zeg maar dezelfde truc uithaal, dus ik houd de muisknop ingedrukt, maar gelijktijdig ook de shiftknop ingedrukt en ik trek dan naar beneden, dan zullen we zien dat hij een vierkant tekent. Dan is die ook werkelijk een vierkant. In dit geval heb ik hem niet goed getekend. Even opnieuw. Dus ik denk dat ik weer te vroeg. Je moet ook oppassen met wanneer je je shiftknop bijvoorbeeld loslaat. Zo. Shift-knop als laatste loslaten. Anders dan kan het wel zijn dat het object vervormt. Oké, dat is het trekken van een vierkant. Dat is de derde knop. Die gaan we weer even weggooien. Hetzelfde geldt voor de cirkel die daaronder staat. Als ik alleen mijn muisknop indruk en ik trek naar beneden, dan wordt het een ovaal. En als ik heel veel geluk heb, wordt het een cirkel. Maar dan moet ik wel een beetje mazzel hebben, want dan moet ik wel goed kunnen tekenen. Nou, hier geldt hetzelfde. Als ik ditzelfde doe, ik houd de linker muisknop ingedrukt, houd nu ook die shift-toets ingedrukt. Ik trek naar beneden, zal die altijd een cirkel trekken. Eerst de muisknop loslaten, dan de cirkel los, of dan de shift-knop loslaten. En dan heb ik keurig een perfecte cirkel. Krijgen we de veelhoek. Dat is diegene met de 6 zijdes die daar onder het cirkeltje zit. Als ik die ingedrukt hou en ik trek hem naar beneden, trekt hij dus een veelhoek. Dit is nog weer hetzelfde verhaal eigenlijk. Ik kan hem in alle vormen trekken zoals je ziet. Wil ik dat echt gelijkbenig laten zijn, moet ik datzelfde doen. Dus de muisknop ingedrukt houden. Nu de shiftknop indrukken. En dan trekken. Shiftknop weer als laatste loslaten. En dan heb ik een gelijkbenige veelhoek gemaakt. Hoeveel hoeken die dit object heeft, dat gaan we zien zometeen in de objecteigenschappen. En heel toevallig heb ik ze uitgezet, dus ik ga terug naar venster. Ik zet de kunstbibliotheek aan, dat is er een die ik nodig heb. Die sleep ik naar links onderin. Die heb ik niet vandaag nodig, maar die gebruik ik altijd. Ik ga naar, even kijken, de objecteigenschappen. En bij die objecteigenschappen,
Daar zien we dus waar dat veelhoek aan voldoet. En dan zien we dat hij 6 zijkanten heeft. Dus ik kan ook een veelhoek maken met meer zijkanten of met minder zijkanten, net naar gelang. Ik kan hier ook de breedte en de hoogte instellen. Ik kan dat vergrendelen. Want nu zou ik hem nog uit zijn verband kunnen rukken. Dus als ik de breedte in 300 zet en de hoogte in 200, is hij niet meer gelijkbenig, zeg maar. Nou, dat is de objecteigenschappen. Wel handig om te weten, want dit is eigenlijk een van de enige keren dat we dit scherm ook werkelijk kunnen laten zien. En daar kunnen we de prioriteit van snijvolgorde. Dat heeft dan dus te maken met als er gesneden wordt, wat dan het eerst gesneden wordt. Maar dan zul je, neem ik aan, meerdere objecten moeten hebben geselecteerd. Ik heb geen idee in dit geval. De vermogensschaal, 100% denk ik. Of die vergrendeld is, dat heeft dus te maken met of de breedte en de hoogte vergrendeld zijn. Dat is in dit geval niet het geval, al is die wel gelijkbenig omdat we hem met die shift ingedrukt gemaakt hebben. En hoeveel zijkanten die heeft. Bij andere objecten zullen hier natuurlijk andere waardes getoond worden. Als het een cirkel is, dan praten we niet over hoeveel zijkanten bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk nooit. Oké, die objecteigenschappen komen we misschien nog wel even op terug als we bij dat menu zijn. Oké. Gaan we naar de volgende. Dat is er een die ga ik dus minder laten zien. Ik heb hem al een keer laten zien. Dat is het bewerken van nodes. Daarmee kan ik objecten bewerken. Op dit moment gebeurt er niet zo heel veel natuurlijk. Want er is niks geselecteerd. Maar als ik iets erin zou zetten. Ik zou hier een vierkantje in, of een rechthoek inzetten. En ik selecteer hem volgens mij. En dan de node knop. Oh, ik heb hem gedeselecteerd. Dan de node knop. Nou, dat was in ieder geval wel terug voor. In een van de eerdere video's hebben we dat gezien, maar dit vind ik eigenlijk al een beetje een gevorderde functie. Dus ik ga hem nu niet opnieuw laten zien. In de video waarin we het gehad hebben over dezezelfde knoppen, en dat was volgens mij bij, even kijken, niet bij rangschikken, maar bij hulpmiddelen. Daar heb ik zeg maar laten zien hoe die nodes een heel klein beetje werken. Maar dat is een vrij ingewikkelde functie. Dus voor de beginnerscursus houd ik hem buiten schot. Krijgen we dat vierkantje met doorgetrokken lijnen. Niet doorgetrokken lijnen. Dat is om tabs toe te voegen aan een object. Moet ik even uitleggen. Stel, ik heb een plaat hout, die is groter dan het vierkant wat ik hier nu teken. Of het vierkant is een rechthoek trouwens. Hij is groter dan dat. En ik ga dit uitsnijden. Dan zal op enig moment dus dit object los in de plaat hout liggen. Bij sommige objecten kan dat vervelend zijn. Zeker als iets dreigt te gaan verschuiven. En wat er dan gedaan wordt, dan wordt er zeg maar als het ware een heel klein verbindingje in stand gehouden tussen het hout en datgene wat je uitgesneden hebt. Dat hele kleine verbinding is heel makkelijk af te breken dan. Maar daardoor wordt wel gegarandeerd dat hij op zijn plek blijft liggen. En dat is het gebruik van tabs. Ik vind het persoonlijk bij de laser, als de laser keurig waterpas staat, is het bij de meeste materialen helemaal niet nodig. Want de laser doet niks anders als er overheen gaan. Die stoot dus niks aan. En zolang jij die tafel of die werkbank niet aanstoot, zolang zal het object niet verschuiven. Goed, we krijgen de volgende knop. Dat is de A, dat is het lettertype. Dat is als ik iets wil gaan schrijven. En we hebben het gisteren of in de vorige training al gehad over vetgedrukt, cursief, hoofdletters, grootte van de letters, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat hebben we allemaal al ingesteld. Ik zie dat in dit geval, want ik heb per ongeluk mijn Lightburn gereset straks. Het is zeg maar dat die instelling bij mij weer veranderd is. Maar goed, dat is allemaal niet zo erg. Dat verander ik wel weer. Maar hier kan ik dus zeg maar tekst invoeren. Die ik vervolgens kan gaan bewerken met deze balk hier bovenin. Oké, so far tekst. Gaan wij naar. Even kijken. Die gaat weg. Naar dat. Eigenlijk is het een positieverhaal. Nou, dit is het verhaal, maar dat kan ik niet laten zien, want de laser is niet aangesloten. Maar als ik die aanklik en ik klik hier, zal de laser hier naartoe gaan. Het is natuurlijk vooral interessant voor als je ook werkelijk iets getekend hebt. Je hebt iets en je pakt die knop en je wil die laser hier op die hoek hebben staan. Dan druk je daarop en dan zal die laser daar naartoe gaan. Nou, in dit geval natuurlijk niet, want de laser is niet aangesloten. Dus dat is makkelijk. Krijgen we de volgende in die rij. Dat is het meetlatje. Dat is wel interessant natuurlijk. Want stel ik heb een tweetal objecten. Zo. En ik wil weten hoe ver die objecten van elkaar af zijn.
Dit object laat hij op dit moment de gegevens van zien. En ik denk dat als ik ze allebei tegelijk selecteer, moet ik even kijken of dat zo is, dat we misschien wel iets meer te zien krijgen. Even kijken. Nou, dus 4, dat is 4 hoeken. Nee, hij pakt het echt het object wat ik kies. Het is niet tussen objecten, het is per object. Bestaande uit 4 nodes, 4 lijnen. Nou, dat klopt. Geen ronden, het is geen curves. Perimeterlengte is 312 mm. Hier is die 2,48. Dat komt omdat het rechthoekje is kleiner. Breedte 71 bij 53. Hier is de breedte 86 bij 70. De gesloten oppervlakte is 6020 vierkante millimeter. Nou, fantastisch. En nog wat andere gegevens daarover, met name over startpunt en eindpunt. Het is de x-as en de y-as. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dat is de meetlat. Die kan daar weer een rol in spelen. Ik ga even een ovaal of een cirkel of weet ik wat tekenen. Maakt niet zo heel veel uit. Dan hebben we hier namelijk de offset button. Dat is deze. Ja. En die offset die kan interessant zijn. Ik heb wel eens mensen die zeggen van hoe maak ik nou die lijn dikker. Nou, dat doe je eigenlijk door een offset te maken. Je zegt ik maak een offset van zeg 2 mm. En die wil ik naar binnen toe. Ja, dan heb ik nu namelijk 2 lijnen. En nu zou ik zeg maar als ik dit op vul ga zetten. Even kijken, staat op vul. Dan zullen we zien dat we een dikkere lijn hebben. Dan dat ik zeg maar als ik 1 lijn kies. Dus als ik zeg maar 1 lijn ga kiezen. Zo, ik ga die weghalen. Dan is het een heel ander resultaat. Want hij vult nu dat gesloten object, dus die cirkel zeg maar. Dus om een dikkere rand te maken gebruiken we de offset functie. Die kan ik naar binnen en naar buiten doen. Dus die offset functie, je kunt de afstand bepalen van hoe ver gaat hij vanaf die originele lijn. Gaat hij naar buiten of gaat hij naar binnen? Of gaat hij allebei? Kan ook nog. Dan heb ik 3 lijnen dus. Ja. Wil ik het rond, wil ik het schuin of wil ik het met een hoek? Dat is dan de hoekstijl. In dit geval hebben we eigenlijk geen hoeken. Dus dat zouden we bij rechthoeken en vierkanten moeten gebruiken. Kunnen we wel eventjes even gaan simuleren. Dat is even grappig. Gaan we even doen. Pakken even weer de rechthoek, maakt even niet zo heel veel uit of het rechthoek of vierkant is, het boeit eigenlijk niet zoveel. Pakken we weer diezelfde functie. Kijk, hij staat nu op rond. Even kijken, naar binnen toe, rond, schuin, hoek. Ja, dat verandert niet zo heel veel. Hè? Dat is, dus dit heeft niet zo gek veel zin in dit geval, maar het zou me kunnen voorstellen dat er sommige dingen zijn waarbij dat wel uitmaakt, bijvoorbeeld. Nou, de opname, dus de afstand hadden we gezien, resulterende objecten selecteren. Dus datgene wat de uitkomst is, dat gelijk selecteren. Dat is niet het geval in dit geval, dus nu is de buitenkant geselecteerd als het ware nog steeds. De originele objecten verwijderen, nou dat is niet handig. Want dat kan je natuurlijk net zo goed met de instelling doen dat je je breedte en je hoogte aanpast van iets. Dus waarom zou je het originele object verwijderen? Hè? En de resultaten optimaliseren of versimpelen. Nou, dat zou kunnen wanneer je erg veel nodes in het object hebt zitten. In dit geval zou het niks uitmaken, want die rechthoek bestaat maar uit 4 nodes. Dus 4 stippen die aan elkaar verbindt met rechte lijnen, zeg maar. En dat zijn dus de 4 hoekpunten natuurlijk. Dus dat is niet zo super interessant in dit geval. Oké, krijgen we die boolean functies. Maar ik moet er wel gelijk bij zeggen dat ik persoonlijk nogmaals de functie bij hulpmiddelen hier interessanter vind. Dus en wat was dat dan ook alweer? Nou, even opnieuw pakken we even rechthoek en een cirkel. En die tekenen we over elkaar heen. Zo. Hoppatee, klaar. Fantastisch. Hartstikke mooi. 2 objecten. Ik ga ze allebei selecteren. Oh, die wilden we niet hebben eigenlijk. Ik ga ze allebei selecteren. Pijltje, selecteren. Zo, en nu komen die boolean functies hier. Nou, wat ik makkelijker vond, dat zeg ik gelijk al, dat we hier onderin een boolean assistant hadden bij hulpmiddelen, hebben we behandeld. En dan kon je zien wat er gebeurde als je een functie aankoos. Ik weet niet of je dat nog weet, dan zie je dus wat de functie doet. Zie je dat? Oké. Nou, in feite die functies, dat zijn deze functies. Dus als ik deze kies, dan voeg je de beide objecten samen. Ik wil even ongedaan maken. Pak ik de tweede. Toevallig hetzelfde resultaat. Maar bij andere vormen zal het een ander resultaat geven. Dus niet denken dat dat twee dezelfde functies zijn. Dat is niet helemaal waar. De derde, nu houd je alleen het buitenresultaat over. In dit geval
De linksbovenste, ik weet niet waarom die dan pakt, maar goed, dat is. Hè? En de laatste zal die alleen het middenpuntje overhouden, is dat stukje wat je overhield. En dat kan soms handig zijn hoor, kan soms echt heel handig zijn. Als je een mooie vorm wil maken, laten we eens een voorbeeld maken, laten we eens doen. Laten we eens zeggen, ik heb een, ik ga een vierkant tekenen. Oh, dat doe ik weer verkeerd hè. Weer te snel losgelaten. Zo, die loslaten dan die. Zo. En dan wil ik eigenlijk graag een beetje daar een leuke vorm van maken. Nu pak ik de zout, nu pak ik de cirkel. En nu zeg ik van, oké, ik wil eigenlijk dit soort dingetjes eromheen maken. Oké, ga ik nog meer van die cirkeltjes maken. Het is niet helemaal verantwoord wat ik hier doe. Hè? Trouwens, deze is weer niet goed. Weer te snel losgelaten. Dus shift ingedrukt houden, vierkantje trekken en dan eerst de linkerknop loslaten, dan pas de shift toets loslaten. Nou, dat zouden geldt hier. Oh. Ja, dan moet je wel de shift toets indrukken en niet de control toets natuurlijk. Maar goed, oké, je snapt wel wat ik bedoel. Even opnieuw verwijderen. Je moet wel de goede knop indrukken. Dit is mijn fout, hè. Ik ben echt een beetje aan het rommelen nu. Zo, zo, en die, zo, nou, weer te vroeg loslaten, maar je snapt de bedoeling. Nu ga ik zeggen, van ik ga al die objecten selecteren, oh, met de verkeerde knop natuurlijk weer, deze hier, en je ziet het is soms echt rommelen en rotzooien. Ik selecteer de hele handel, en nu zou ik dus de boolean selectie van twee shapes, ja, natuurlijk ook nog eens een keer. Dus ik moet altijd met twee shapes werken. Dan is dit dus niet zo goed voorbeeld wat ik daar gemaakt heb. Ga ik even opnieuw doen. Dan ga ik gewoon opnieuw doen. We hebben dat zouden vierkantje. Ja. Nu ga ik vier cirkels maken. Maar dan maak ik even zo één. Twee, dit te vroeg losgelaten, maar het boeit niet. Drie. Dan ga ik die drie zometeen groeperen. Weer de verkeerde knop natuurlijk. Dus ik ga deze drie groeperen. Nu is het dus één vorm als het goed is geworden. Nu ga ik die hier overheen zetten. Selecteer vervolgens allebei. En dan snijd ik weg. Wat ik weg wil hebben, alleen hetgene wat er in het midden blijft over. Nou, je ziet, het is niet veel veranderd in dit geval. Maar je kan dus daarmee spelen met het samenvoegen. Maar nogmaals, ik vind werkelijk, en daar blijf ik bij. Ik vind echt die Boolean Assistance veel interessanter. Omdat die mij ook toont wat er gebeurt, wat ik doe. Dus dat is interessanter. Zo, hulpmiddelen, Boolean Assistant. Kijk, dit is wat de eerste knop doet, dit is wat knop nummer 2 doet, dit is wat 3 doet, en dit is wat 4 doet, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Goed, dat was de Boolean Assistance, dat zijn die knoppen die hier aan de linkerkant zitten. We hebben er nog een stuk of 4 daaronder. We beginnen met het maken van een array, van een set van zaken. Dus stel, ik maak een vierkant, en ik teken daar weer een cirkeltje in. Kleintje in dit geval. Probeer dat op de goede manier te doen. Zo. En nu wil ik graag dat hiervan een array ontstaat. Nou, op dit moment staat hij op x-kolommen 1 en y-rijen 1. Ik ga het aantal kolommen verhogen. Je ziet het aantal cirkeltjes wat hij meetekent. Datzelfde doe ik ook met de rijen. Zo. En wat er dan nog eens bij komt kijken, is dat ik totale breedte, totale hoogte kan opgeven. De tussenruimte tussen de objecten, zowel in de y-afstand als in de x-afstand. Het verschuiven van kolommen en rijen, dat staat 0 hier. En dat zal waarschijnlijk ook tussen hele rijen en hele kolommen zaken vergroten of verkleinen. Afstand van middelpunt tot middelpunt kun je aangeven. Vulling tussen de randen.
Je kunt de richting omkeren, dat wil zeggen dat je niet naar rechts de cirkeltjes zet, maar naar links. Of niet naar boven, maar naar beneden. Shift by half. Oh ja, dat is dat ze zeg maar niet meer in één rij staan, maar dat je zeg maar een soort van apart pattern krijgt. Dat zal ik even proberen te laten zien. Zie je dat? Krijg je dit effect. Trouwens die richting omkeer ook uitzetten. Ja, grappig, want die zorgde er wel voor dat hij daar stond. Maar wat grappig is ook dat je shift bij half nu nog steeds actief is, want eigenlijk zou die niet meer actief moeten zijn. En datzelfde kan je dan ook weer doen rond die as. Nou, en zo kan je hier heel veel zaken instellen. Oké. Wat die virtual array precies doet, is me niet helemaal duidelijk. Ja? Oké, dus dat is de array. Ditzelfde kunnen we doen met de cirkel. Nou gaan we weer de verkeerde knop. Het is echt af en toe schrik van jezelf. Je kan het ook in een cirkelvorm doen. Stel, ik maak weer een cirkeltje. Zo. En ik zou nu de cirkel array gebruiken. Dan zegt hij start 0, einde 360. Dat wil zeggen dat hij een hele cirkel maakt. Dan zou je 180 doen, maakt hij halve cirkel. Het aantal kopieën 8. Stappen is 45. Dat wil zeggen 45 graden, dat is logisch. Bij 8 kopieën 45 graden. 8 keer 45 graden is 360 graden. Ook de afstanden van het midden van het midden, zeg maar, in X en in Y. En op die manier kan je dan een heel circulair gebeuren maken. Maar in dit geval moet je wel eerst eigenlijk er een cirkel omheen trekken. Als ik het goed heb tenminste. Zo. Dan allebei de objecten weer. Is die weg. Allebei de objecten selecteren. Dat is heel irritant. Zeker bij een uitleg. Kijk, en nu zien we inderdaad 8 cirkels met 45 graden verschil. En zo kan je ook een circulaire array maken. Dit is bijvoorbeeld een hele mooie functie voor het maken van een klok, bijvoorbeeld. Ja, je kunt je voorstellen dat het is nogal lastig om de 12 strepen of cirkels die je op een klok gebruikt. Van 12 uur, 1 uur enzovoort enzovoort, om die in te tekenen. Op deze manier is het heel gemakkelijk natuurlijk. Dat is natuurlijk wel duidelijk, denk ik. Oké, dat is die functie. Gaan wij naar de twee onderste functies nog hier. Dat zijn eigenlijk twee functies. Dit lijken er drie, maar het zijn er twee. Het startpunt van de vorm instellen. Nou, even als voorbeeld. Ik ga even kijken of dit werkt hoor. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Maar stel, ik wil het startpunt van de vorm wil ik hier hebben. Zo. Dan zal hij dit op deze manier laseren. Dus in een cirkeltje. Ja. Ik weet niet of je dat ook nog om kunt draaien. Nou, ik denk het niet. Maar als ik hem verander, dan begint hij hier. Dus je kunt het begin, waar de laser eigenlijk moet beginnen, kan je eigenlijk al instellen hier, door het startvorm voor punt van het object in te stellen. Ik laat even dat vierkantje staan, want we hebben hier ook nog de radius hoeken afronden. Dus dat we dit niet in hoekvormen doen, maar dat we daar keurig cirkeltjes of halve cirkeltjes omheen krijgen, of kwartcirkeltjes zijn het eigenlijk. Nou, gaan we doen. Radius. Hij staat nu op 10. Ik kan hem dus vergroten. Nou klik ik op zo'n hoek. En je ziet dat hij er een cirkeltje van maakt. Ik ga vervolgens die radius even flink verhogen. Ik ga hem even naar 20 zetten. Pak ik de tweede hoek. Zie je dat? Je kan dat helemaal aanpassen. Dat ook die randen en die hoeken op een andere manier weergegeven worden. Dan dat ze dat oorspronkelijk werden. En dit is net zoals jij het wil. Dit was even een lastig deel vandaag, in de zin van dat ik zeg maar een beetje aan het handelen was met selecteren van objecten en dat soort dingen meer. Maar hier zie je dus aan dat ook ik eigenlijk nog beginner ben. Maar goed, van de andere kant is er wel mee te werken. En doe je het een keer fout, dan doe je ongedaan maken hier bovenin die pijl linksom en je doet de zaak gewoon opnieuw. Wat mij betreft was dit deel 9 van de training. In deel 10 gaan we, dat is een echt redelijk belangrijk deel, gaan we het hebben hier over die gekleurde balk hier onderin. Maar dat is voor een volgende deel. Dit was deel 9. Ik hoop toch dat je er wat aan gehad hebt. Tot de volgende keer. Dag.